Ik haal het konijntje eruit, ik heb de sprinkler losgehaald. Het konijntje gaat in de hoofd. Dat ziet u. De splitpen gaat erdoor. Voilà. Hij gaat dicht en dan zit hij vast. Alleen de toverspreuk, het Hollandbureau, het kinderfonds. En kijk eens, hij is los. Hoe werkt het? We hebben allemaal een konijn gekregen. Pak even allemaal het konijntje en dan goed. Maak de splitpen even los. En dan gaan we klassikaal even uitleggen hoe het werkt. Goochelen is heel makkelijk als je weet hoe het gaat. U heeft allemaal een konijn en u heeft allemaal een hoed. Ik zag het toevallig. Ik zal het zo laten zien. Het geheim zit in de achtergrond. Je komt als laatste binnen. We zijn er nog niet bezig om spinnen die losmaken. Neemt u nu rechterhand het konijn? Ja, dat gaat wel. Rechterhand. Ga je het konijn? In de linkerhand de hoed. En dan komt nu het geheim. Het konijntje gaat in de ooghoed. Ja. Nou, bij mij kan maar, niet eens. Ik krijg niet eens dat, man. Nee. Werd er maar niet los. Moet je ook de maatjes eruit zeggen. Half en half kinderfonds. Hij gaat erin, maar gaat aan de achterkant en direct weer uit. Ziet u? Het geheim. Dus even met z'n allen, we pakken het konijn in ons rechterhand. Laat het even zien. Ja, ik kan het konijn laten zien. Dan vertelt u morgen, ik was op het gala, dat was een groot plaat. Iedereen volgt goed. Het konijn gaat in de hoofd. Wij weten, laat het achter weer uit. Maar dat vertelde niemand. De splitpen, en dit is belangrijk, gaat van achteren er doorheen. Niet aan de voorkant, dan krijg je nooit los. U ziet, het konijn zit vast. Maar wat hebben we gedaan? We hebben de kop van de splitpen hebben we kleiner gemaakt dan het gat van het konijn. Simpel. Dus wat doen we? Je klikt hem los. Je zegt, rol met al het kinderfonds. En je haalt wat ze horen er zo weer uit. Simpel of niet? Maar wacht even. Meneer, je moet het doen voor het publiek. Het voor jezelf. Zoals je het meteen moet werken. Drie dingen die belangrijk zijn. Eerst, als het konijntje moet gaan, doe het niet te ver. Dit is killen. Het tweede, zet de splitpen er goed doorheen. En het derde, als iemand u roept, draait hij dan niet om, want dan weet u precies hoe het werkt. Dus vanavond thuis oefenen en morgenochtend, als u wakker bent, zegt u, wij hebben het niet geleerd. Voilà. En dit is een beurs op Goochelen en er moet nog veel meer toe zijn. De belangrijkste punten leggen wij uit. Dat moet